Goedemiddag iedereen. Welkom bij de persconferentie over de uitkomsten van de multibandveiling 2020. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer die zal eerst een toelichting geven over de uitkomsten. En vervolgens zal Angelien van Dijk, hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom, ook nog een toelichting geven over het verloop van de veiling. Woord is aan de staatssecretaris. Dank je wel, Harald. En fijn dat u er allemaal bent voor dit mooie nieuws. I understand there's also international journalists are present, especially Mike Corder here at this moment, and the other ones are joining us through live stream. Very welcome to you too. And I can continue now in Dutch because we have an interpreter present. Oké, dus dan ga ik nu verder in het Nederlands. Er zijn een paar bedrijven die vandaag goed nieuws krijgen en die kijken ongetwijfeld mee. En waarvan medewerkers straks heel blij naar huis gaan. Dat geldt zeker ook voor mij. Want een van de grote missies die wij in het kabinet hebben, is op tijd, efficiënt en veilig Nederland de digitale toekomst binnen te leiden. En dat doen we door vandaag extra frequentieruimte beschikbaar te stellen. Ruimte voor snelle mobiele communicatie, waarop bedrijven technologieën zoals 5G aan kunnen bieden aan bedrijven en aan consumenten. Dat is hard nodig, want de behoefte aan mobiele data blijft stijgen. En vooral snelle internetverbindingen. En dat is ook de belofte van de nieuwe generatie netwerken. Ze zijn sneller, maar moeten ook minder last hebben van vertraging door het verkeer van andere internetgebruikers. Daardoor zijn allerlei toepassingen mogelijk die een zo stabiel mogelijk en supersnel netwerk nodig hebben. Dat kan ik natuurlijk wel zeggen, maar we hebben er ook een filmpje van om dat zichtbaar te maken. Misschien is het goed om dat nu dan op te starten. De maatschappij van nu draait om verbondenheid. Mobiele communicatie verandert hoe we werken, leren en ontspannen. Na 2G, 3G en 4G komt nu 5G. Een innovatie die Nederland weer een stap verder helpt. Dat zou niet de eerste keer zijn. Al eeuwenlang helpen innovaties Nederland vooruit. De uitdagingen zijn door de jaren heen veranderd, maar de wil om te innoveren en te groeien is gebleven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zorgt ervoor dat innovatie eerlijk en veilig verloopt, met de juiste randvoorwaarden, regels en wetten. Dat heeft bijgedragen aan prachtige oplossingen die Nederland droog, veilig en gezond houden. En onze economie stimuleren. Veilige en eerlijke spelregels maken, zodat Nederland vooruit komt. Dat doen we ook nu met de komst van snelle mobiele communicatie. Straks hebben we op nog meer plekken toegang tot onze favoriete content. Gaan er nieuwe werelden voor ons open. En kunnen we samen nog grotere maatschappelijke uitdagingen aan. Van zorg op afstand en precisielandbouw met drones, tot het openbaar vervoer, waarin zelfrijdende bussen dunbevolkte gebieden bereikbaar houden. Zo pakken we kansen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Samen maken we de digitale toekomst mogelijk. Dankjewel. Vandaag bieden we winnaars de ruimte om deze nieuwe diensten aan te gaan bieden. Daarmee kunnen ze het leven in Nederland in allerlei opzichten beter maken. Met 5G maar hebben we meer mogelijkheden op het gebied van zorg, onderwijs, mobiliteit, landbouw en de maakindustrie. We stellen eisen aan het aanbieden van deze technologie. Het moet veilig en betrouwbaar zijn. En het is ook zo dat recent een rechter nogmaals bevestigd heeft dat de manier waarop wij omgaan met deze nieuwe technologie veilig is voor mensen
en dat de normen en limieten rondom elektronisch-magnetische velden zijn gebaseerd op een actuele stand van de wetenschap. Mondiale en Nederlandse instituten hebben hierbij oog voor andere visies en grondig is ook geanalyseerd waar we ons daarbij op baseren. En dat we ook elke keer in de gaten houden dat we conform die actuele stand van de wetenschap werken en meten. We hanteren de strenge blootstellingslimieten en we meten die dan vervolgens ook en dan blijkt elke keer weer dat we in Nederland het tienvoudige daaronder zitten. Dat is nu zo en dat blijven we ook in de toekomst bewaken. Ook over economische veiligheid moeten we het wat mij betreft altijd hebben als het gaat over internet. Sinds december hebben we een wettelijke mogelijkheid om bedrijven te verbieden samen te werken met buitenlandse partijen die niet betrouwbaar zijn. En recent is de wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie door de Staten-Generaal gekomen. Via de algemene maatregelen van bestuur, veiligheid en integriteit telecommunicatie kunnen we zorgen dat kritieke onderdelen alleen afkomstig zijn van betrouwbare leveranciers. We zijn deze algemene maatregelen van bestuur verder aan het uitwerken, want we willen zelf ook de controle houden over onze eigen communicatiemiddelen en niet afhankelijk en kwetsbaar worden. Dan de veiling zelf. Angeline van Dijk, ik complimenteer het agentschap Telecom van ons ministerie met een succesvolle en goed verlopen veiling. Het is onze vierde na die van de GSM in 1998, de UMTS in 2000 en de multibandveiling in 2012. De winnaars vandaag van deze multibandveiling gaan snelle mobiele communicatie aanbieden. Ze hebben een verplichting ervoor te zorgen dat 98% van elke Nederlandse gemeente dat daar mobiele dekking is, met een minimale snelheidseis op de randen van dit netwerk. Daardoor kan de gemiddelde mobiele snelheid in Nederland op ongeveer 100 megabit per seconde komen. En dan nu de bekendmaking waar we voor zijn hier vandaag. Voor de multibandveiling 2020, die op 29 juni begon, zijn 3 deelnemers toegelaten. En uiteindelijk waren er 90 biedronden. Alle 3 deze deelnemers hebben frequentieruimte verkregen via 26 beschikbare vergunningen. Per aanbieder konden zij maximaal 40% verkrijgen, inclusief hun huidige ruimte. De geveilde 700 en 1400 megahertz banden zijn vanaf vandaag beschikbaar voor snelle mobiele communicatie. En de geveilde 2100 megahertz band is voor dit doel opnieuw verdeeld. En in 2020 gaan we de 23,5 gigahertz band nog veilen. Wie zijn dan die 3 partijen? Dat zijn KPN, T-Mobile en Vodafone Ziggo. En ik feliciteer ze van harte met dit resultaat. Dan de opbrengst van de veiling. Die bedraagt 1,23 miljard euro en ligt daarmee boven de reserveprijs, de minimumopbrengst, die vooraf was bepaald op 914,7 miljoen. Dat is meer dan dus dan geraamd. Maar het is nooit het doel geweest om een maximale opbrengst eruit te halen. We willen vooral dat de nieuwe technieken die gebruikt kunnen gaan worden via deze banden, dat die toegevoegde waarde hebben voor onze economie. En de 3 winnaars kunnen daar nu mee aan de slag. Angeline van Dijk, directeur hoofdinspecteur van het agentschap Telecom, geef ik nu graag het woord voor een verdere toelichting. En daarna zijn wij nog beschikbaar voor 1-op-1 vragen, mocht daar behoefte aan zijn. Ik dank in ieder geval u allemaal voor uw komst en uw belangstelling. Angeline. Dankjewel. Nou, ook allereerst natuurlijk namens het agentschap Telecom felicitaties aan de deelnemers. KPN, Vodafone en T-Mobile.
Ik denk een heel mooi veilingresultaat met een hele evenwichtige verdeling van die 26 kavels over jullie. Ik denk ook dat we tussen nu en 2 weken de vergunningen op naam kunnen stellen voor de veilingdeelnemers. En zodra die op naam zijn gesteld, kunt u ook aan de slag. Zij het dat dan nu dan nog wel het veilingbedrag betaald moet worden. Maar dan heeft u ook een vergunning tot 31 december 2040. Dus dat is ook een mooie tijd om investeringen te plegen en zo inderdaad de bijdrage te leveren aan de enorme vraag naar het dataverkeer wat we hebben in Nederland. Dus ik zou zeggen, aan de slag. Gaan wij dat ook doen en zorgen nogmaals dat die vergunningen snel op naam komen. Over het veilingproces dan zelf. We hebben een aantal, de staatssecretaris zei het al, een aantal veilingprocessen al achter de rug en een ervaring daarmee. En ik kan eigenlijk wel zeggen over dit veilingproces dat het eigenlijk heel smooth gewoon verlopen is. Heel zorgvuldig, rustig. Er was een hele goede voorbereiding. We hebben met de veilingdeelnemers toch in die hele lastige coronatijd echt een goede voorbereiding kunnen doen. We hebben de veilingtool met ze doorgesproken, het reglement, de software. We hebben een proefveiling gedaan en dat gaf ons in ieder geval ook het vertrouwen, zowel bij ons vanuit het agentschap Telecom, als de veilingmeester, als bij de deelnemers, dat het eigenlijk helder was, transparant, eenvoudig, wat er gebeuren moest. Dus de vooruitzichten waren goed dat het ook een rustige veiling werd. En natuurlijk hadden wij zelf ook een beetje het idee bij het agentschap Telecom, hoe lang gaat deze veiling nou duren? Want de laatste veiling, 2012, was, en dan weten dat de oudgedienden bij het agentschap Telecom dat altijd helemaal precies, maar dat was iets geloof ik van 168 ronden. En dat was verhit en er was heel veel e-mailverkeer. En in die veilingruimte staat ook een veilingtelefoon. En als die rinkelt, dan kun je eigenlijk zeggen, dan is er wel wat aan de hand, dan is het hommelus. En eigenlijk bij deze veiling, het e-mailverkeer was rustig, was overzichtelijk. We hebben ook gezorgd dat alle vragen geanonimiseerd voor alle deelnemers zichtbaar waren. En alle antwoorden ook. Dus dat gaf ook duidelijkheid. En die veilingtelefoon, die rinkelde maar niet. En het was een leuke anekdote om toch even te vertellen dat onze veilingmeester op een gegeven moment wel dacht van doe dat voor mijn leiden dingen dan wel. Stel voor dat er toch allerlei vragen zijn. En toen heeft hij zelf de proef op de som genomen en even de telefoon ter hand genomen. Wat natuurlijk toen de adrenaline natuurlijk even in het veilingteam deed toenemen. Dus dat was ongelooflijk grappig om mee te maken. Zo hebben we natuurlijk veel meer anekdotes, maar die houden we onder ons. Ik denk wel eens met een veiling, om dat misschien te duiden, dat je denkt aan een veilingmeester die met een hamer op zo'n tafeltje slaat, driftig. En met bieders in de ruimte met kaartjes die verhit hun bot doen. Niets van dit al. Het is eigenlijk wat ik al zei, heel sereen, online, ieder achter zijn eigen gesloten deur. Geen contact tussen de deelnemers, behalve met het veilingteam. Ieder voor zich. Eigenlijk een heel steriel traject is het. Je bent echt op jezelf aangewezen. En daarom zeg ik ook maar ogenschijnlijk sereen. Want niemand weet natuurlijk precies wat er achter al die deuren bij de winnaars van deze veiling zich heeft afgespeeld. Maar goed, het resultaat mag er zijn. Inderdaad, 90 ronden in vergelijking met 2012. Prima verlopen. Overzichtelijke vragen. Die veilingtelefoon, misschien hadden we wel een beetje gehoopt op iets nog ingewikkelds, maar die bleef ook stil. Dus ik denk dat we een hele mooie veiling achter de rug hebben. Er zijn natuurlijk ook nog tal van technische vragen wellicht te beantwoorden. Die kunnen we ook zo meteen nog één op één doornemen. Over de kavels, over de prijzen, et cetera. En geef ik graag toelichtingen op. En natuurlijk ook, wat kun je nou met die banden? De 700, de 1400, de 2100. Dat klinkt altijd als die enorme technische termen. Maar zoals de staatssecretaris dat al zei, het gaat over de connectiviteit, digitale toekomst. En daar hebben we denk ik met de deelnemers en samen met EZ en het agentschap Telecom weer een mooie stap gezet vandaag. Ik dank jullie wel.